En deze keer is het met Wim Helsen. Dat is mijn eigen broer die de verkeerde deur pakt. En daar staat een stoel. Het is typisch, runs in the family. En dus, we kijken naar dat schilderij. Dat schilderij, voor zover dat we het enigszins kunnen inschatten, is gemaakt in opdracht. En zou wel eens een soort van conversation piece kunnen zijn. Wat dus wil zeggen dat die opdrachtgever een gesprek heeft met Pieter Bruegel en zegt van, dat moet een fascinerend gesprek zijn geweest sowieso, hè, maar wat daar eigenlijk mee gebeurt, en dat weten we bijvoorbeeld heel goed van een andere opdrachtgever van Pieter Bruegel, Nicolas Jongeling, die de Seizoenen heeft besteld en ook de Toren van Babel. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is zo'n rijke, puissant rijke handelaar bestelt een schilderij bij een bekende schilder. Dat schilderij wordt uiteindelijk afgeleverd. En wat doet zo'n handelaar? Die nodigt mensen uit voor een diner, rijkelijk overgoten met drank, ongetwijfeld. Er werd heel veel gedronken in die periode. En na het eten en de drank en zo verder, werd er naar het schilderij gekeken. En in feite zijn we dit dus nu al uren aan het doen. Dus we zijn naar dat schilderij aan het kijken. En wat dat we hier doen voor u, is het eigenlijk een interactieve voorstelling. Dat wil niet zeggen dat u nu plotseling iets moet doen of zo, maar het is sowieso nu al aan het gebeuren in uw hoofd. Hè. Ik word altijd zelf heel zenuwachtig als iemand zegt het is een interactieve voorstelling, dan heb ik het gevoel dat ik iets moet doen. En dan wil ik zo snel mogelijk terug naar buiten. Maar eigenlijk is het gewoon in uw hoofd. Dus we zijn aan het kijken en we gaan babbelen. Wim heeft denk ik bijna alle gesprekken gevolgd. Ja, drie van de vier. Drie van de vier. En wat interessant is natuurlijk, want dan heb je dat ook allemaal gehoord en kunnen we gewoon aan een gesprek beginnen in, als hekkensluiter. Dus zullen we er eens aan beginnen? Ja, akkoord. Ja. Oké, Wim, gewoon eerst vooraleer dat we echt begingen over de Dulle Griet of over het schilderij of het moment nu. Is dit de eerste keer dat je het schilderij ziet? Ja. 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 Maar, enfin, in het echt. Hè. In ik heb al wel reproducties gezien en ja. Ik ken het van Suskin en Wisken. Maar het is de eerste keer dat ik het in het echt zie. Hè. Ja, ja, ja. Dus de allereerste keer. Dus je hebt het nooit gezien voor de restauratie? Nee. Oké. Okay. All right. Ik heb wel gehoord wat het effect is geweest van de restauratie. Dat de kleuren veel feller uitkomen, dat er veel meer leven en diepte in zit. Dus dat geloof ik dan. Hè. Ja. Ja, als ik het moet vergelijken, ik doe het af en toe wel eens om mensen een gevoel te geven, want dat is wel heel vreemd als je wordt die kleuren heel snel, je wordt het gewoon. Hè. Je denkt dat het altijd zo geweest is, maar ik kan me nog vrij goed herinneren hoe het ervoor uitzag. En eigenlijk, dames en heren, ik weet niet, waarschijnlijk sommigen van u hebben het natuurlijk ook al wel gezien voor de restauratie, maar als ik daar nu aan terugdenk, leek het of dat schilderij in frituur heeft gehangen boven de frietpot een paar eeuwen lang. Met een frituurist die niet altijd hygiënisch was. Dus, en wat er gebeurt is dat vooral, ja, dat schilderij voor de restauratie, in mijn herinnering nu weer, hè, veel vlakker, veel bruiner en inderdaad veel minder contrasterende kleuren. Dat moet ik het denk ik bij zeggen, contrasterende kleuren. Ik heb een computersimulatie gezien van het schilderij, dat was bij de voorstelling van de restauratie, een computersimulatie van het schilderij waarbij dat dus Bruegel-experts en mensen die restaureren, van dachten van het moet er zo ongeveer hebben uitgezien, maar dat doen we dus niet. He, dus dat was heel heftig qua kleur. Zo heftig dat ik denk dat ongeveer iedereen in deze zaal schande zou hebben gesproken over de obsceniteit van de... Dan zou het waarschijnlijk als kitsch hebben beschouwd. Ah, okay. Dus met het contrast met ervoor bedoel ik. Ja. Dus er bestaat iets als schroom bij het restaureren. Ja. Dat heb ik in het allereerste gesprek met Annemie,
Annemie van Kerkhoven het even over gehad, over de schroom van de restaurateur. Ja, ik heb ook al gepraat vandaag met mensen die mij zeiden dat ook restauratietechnieken evolueren met de tijd en de visie van restaurateurs ook verandert met de tijd. Dus als het 100 jaar geleden was gerestaureerd geweest, had het er waarschijnlijk nog anders uitgezien. Maar enfin, los daarvan blijft het wel iets, een schilderij dat vol beweging, leven en verbeelding zit en dat sowieso fascineert, denk ik. Dat is voor mij het geval en ik ga ervan uit dat dat voor de meeste mensen zo is. Ja, je hebt het nu over beweging. Gaat daar eens verder op in? Want, ja, oké. Beweging. Je bedoelt het gewemel van die vrouwen? Het is moeilijk om een blik op één plek te richten. Degene die het schilderij samenhoudt, is die figuur van de Dulle Griet. Ja. Dat is duidelijk. Die staat ook centraal. En daar rond is er overal is er heel veel gewemel. Er wordt gevochten. Daar beneden wordt er gevochten. Er staan dingen in brand. Er zijn rookpluimen. Als je dan links beneden gaat in de muil van de hel, is er ook van alles gaande. Overal zijn mensen en figuren aan het overleven en is er iets gaande. Wat natuurlijk, en dat is ook al gebeurd vanavond, en kan lopen tot interpretatie en van heel dichtbij gaan kijken. Wat betekenen die dingen en wat is het ook gewoon? Hè? Ja, zullen we dat eens meteen doen? Ja. Dus overleven, dat vind ik een hele goede. Ik heb trouwens, we hebben in de loop van de vier gesprekken die gepasseerd zijn, waarvan ik er drie heb gezien, ik weet niet hoe het zit bij de mensen hier, hebben we heel veel informatie gekregen. Hè? En ik ga geen nieuwe informatie toevoegen. Nee. Al valt er waarschijnlijk nog heel veel aan toe te voegen. Maar ik ben vanavond de man van de synthese. Eigenlijk. Fantastisch. Ja. Eindelijk een synthese. Daar zit ik eigenlijk al in mijn leven op te wachten. Oké, fijn. En ik heb eigenlijk twee dingen, twee uitgangspunten waarmee ik ben gaan kijken, of twee manieren van kijken hiernaar die ik dan samenbreng. Het eerste is de tijd waarin dit geschilderd is en de figuur die het schilderde, Breugel, in de 16e eeuw. Ja. Wat we weten van de 16e eeuw, is de 16e eeuw hier in Antwerpen en Brussel, Vlaanderen, is dat dat een tijd was waar dat er heel veel gebeurde. Hè? Na eeuwen van religieuze rust en orde, zeg maar. Absoluut. Was het de eeuw van Luther. En op het einde van die eeuw, eigenlijk vlak nadat dit geschilderd is, zal de beeldenstorm losbarsten en daarna dan de 80-jarige oorlog. Ja. Dus ik stel mij voor dat Breugel als kunstenaar, als iemand met heel veel gevoel voor natuur ook, wat hier nu niet enorm in aanwezig is, de spanning, de zich opbouwende spanning ook voelde. Oké. Op dat moment? Op dat moment. Buiten het religieuze en de zich aankondigende conflicten was het ook een eeuw waarin, meneer zei het hier daarnet nog tegen mij, waarin geld heel belangrijk was geworden. Mm-hmm. Antwerpen was een heel, heel voorspoedige stad geworden. Na Parijs de tweede grootste, zei hij daarnet, mm-hmm. Van Europa. Met alle welvaart van dien. En die welvaart was in die tijd natuurlijk ook niet evenredig verdeeld. Dus de kloof tussen arm en rijk en alle spanningen die dat met zich meebrengt, werd ook veel groter. Ja. Met het geldgewin en het feit dat het kon, ook de hebzucht en alles wat bij hebzucht komt kijken. Ja. Bedrog, jaloezie, afgunst, geweld enzovoort. En ik stel mij voor dat een figuur als Breugel, net zoals sommige schrijvers dat hebben of hadden, inderdaad iets visionairs had. Niet dat hij wist dat de 80-jarige oorlog er stond aan te komen, maar wel dat hij voorvoelde dat er heel veel ging veranderen.
Is dat een... Wacht, om dat even scherp te krijgen. Bijvoorbeeld Louis Palbon wordt vaak... Hij heeft zichzelf trouwens op die manier beschreven als een seismograaf. Ja. Iemand die trillingen opvangt. Ja. En die trillingen toont. Ja. En niet noodzakelijk. Is dat ongeveer... Daar denk ik aan. Ja, ik denk dus ook... Breugel als seismograaf. Ja. Oké. Niet noodzakelijk dat hij zichzelf zou zeggen of dat hij zichzelf die opdracht gaf, maar dat hij dat voelde, dat hij er misschien ook wel bang voor was. Ik moet nu denken aan Stefan Zweig, die Oostenrijkse schrijver. Ja. Ik heb vorig jaar die biografie gelezen. Die De Wereld van Gisteren. En dan schrijft hij dat hij in 1910 als Oostenrijker en Europeaan op reis is door Frankrijk en dat hij in Frankrijk plots de anti-Duitse sentimenten merkt waar hij zich compleet niet bewust van is. En vanaf dan verandert er van alles en wordt hij bang voor wat er staat te gebeuren. En hij bezweert die angst en vlucht daarvan weg en denkt van ja, nee, ik moet dat allemaal zo serieus niet pakken. En een paar jaar later begint de oorlog. Dat is een voorbeeld van wat jij nu seismografisch noemt. Hè? En hij pakt de laatste trein, dat weet ik nog, hij pakt de laatste trein. In augustus 14 pakt hij de laatste trein van Oostende naar Oostenrijk, naar Wenen. Ja. Want dat is de allerlaatste trein, hij heeft daar Emile Verhaeren. Hij ontsnapt op het laatste rippertje. Ja. Aan de oorlogswaanzin die hij had voorvoeld ook. Hè. Ja. Ik kan me voorstellen dat Breugel iets gelijkaardigs voorvoelde ook. Shakespeare zal niet, want dat is ook volgens mij wat hierin te zien is, Shakespeare zal niet zo heel veel later in een van zijn toneelstukken schrijven. Dat bedacht ik mij daarnet toen jullie bezig waren over die vrouwen hier. Ja. Time is out of joint. Hè. Er is niks meer om je aan vast te houden. Alle zekerheden vallen weg. Degenen die vroeger bepaalden wat de orde was, die hebben nu niks meer te zeggen. Rijken worden superrijk. Armen worden brutaal enzovoort. Klinkt bekend. Dat zit hier ook op heel veel manieren in. En je had het daarnet over die groep vrouwen hier, ja, in het vorige gesprek. En het is moeilijk... moeilijk om te bepalen wat er hier precies gebeurt. Of dat ene groep is, hè? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of die samen iets aan het doen zijn. Visueel is het één groep. Ja. Maar als je kijkt naar de verschillende handelingen, wordt het heel moeilijk. Ja. Want hier uit het gat van dit figuur, die schept... dat kan je vandaar niet zien, maar van hier wel. Munten uit zijn gat. Ja. Die vallen. Hier is een mevrouw die dat probeert op te vangen. Hier is gewoel, dus het zou kunnen dat hier gevochten wordt om dat geld. Om het geld. Ja. En dat die belaagd worden tegelijkertijd. Maar het is ook niet duidelijk of dit een leger is dat die vrouwen belaagt of dat die vrouwen of zich net terugtrekt. Tegelijkertijd, merkte jij er net op, hè, zijn deze vrouwen met hun witte kappen, dus getrouwde vrouwen, hè, zijn aan het vechten met Satans. Ze zijn Satans aan het overmeesteren. Dat lijkt, of dat kan je interpreteren als... deugd. Ze zijn zo kwaad van te zien wat er gebeurt, dat ze niet meer bang zijn van een duivel. Ja. Maar dat kan je ook andersom interpreteren. Je kan zeggen, die vrouwen zijn zo verdorven, of zeggen van alles is zo naar de bouletten, dat we niet meer bang zijn van een duivel. Right. Dus dat kan ook. Hè? En dan is het de figuur van die dulle griet zelf. Ik heb geleerd vanavond dat die dus de naam Dulle Griet is niet door Breugel aan haar gegeven. Die is 40 jaar. Heeft iemand, 40 jaar later heeft iemand dit schilderij beschreven met een Dulle Griet. Die rooft voor de mond van de hel, Karel van Mander in zijn schilderboek in 1604. Nog een paar eeuwen later is dit schilderij zo gaan heten. Ja. Maar we weten niet, het is hoogstwaarschijnlijk niet de naam die Breugel er heeft aangegeven. En het is ook niet zo duidelijk of dit een griet is of dit een vrouw is. Hè? Want ze heeft een adamsappel, ziet er eigenlijk ook helemaal niet vrouwelijk uit. Ze draagt wel een rok, maar ze heeft ook een harnas om. Als het een vrouw is, is het een gestolen harnas, want vrouwen droegen geen harnassen. Is het een man, dan is het zijn harnas misschien, maar het kan ook gestolen zijn. Maar dus zelfs hierin en in hoe wij hier nu over praten, en misschien was dat toen ook al het geval, dat weet ik niet, is ook al niet meer duidelijk, is dat een man of een vrouw? Als het een man is, waarom draagt hij dan een vrouwenrok? Als het een vrouw is, waarom heeft hij dan een ademzappel? Mm-hmm. Dus opnieuw, hè, time is out of joint, er is geen houvast meer. Ah, oké. Geassocieerd dat met die figuur. Omdat het heel moeilijk is, eigenlijk zelfs onmogelijk, om te zeggen van zij of hij is dit of dat. Ja. Time is out of joint,
Het is de labiliteit van de samenleving op dat moment. Ja. Okay. Van de samenleving en ook van hoe die vrouwen zich gedragen. Hè? Ja, oké. Okay. Okay. Degenen die ten oorlog trekken, dat zijn mannen, dat zijn geen vrouwen in de 16e eeuw. Bijvoorbeeld, maar zo zit het zit vol met dat soort dingen. Hè. Daarnet had Tine had het over die vogels hier, die spreeuwen, die bovenop het spreeuwenluik zitten. Ja. En dus het luik uitlachen eigenlijk, ja. Die het omgekeerde doen van wat die vogels normaal gezien zouden moeten doen. Ja. En die zo niet gevangen kunnen worden. Ja. We hebben dan de muil van de hel, de hel die mijn angstig oog, lijkt het mij, kijk naar wat er hier gebeurt, figuren hier die dat luik ophalen, wat zou kunnen suggereren van het is hier, dit figuur, en met de blikken van die figuren hier zijn allemaal gericht op de dulle griet. Ik vind trouwens dat de blik van de hel eigenlijk heel gelijkaardig is, of heel verwant met die van de dulle griet, door dit zelf, in een soort... Ja, verschrikte trance eigenlijk voor zich uit, kijkt een nieuwe vijand tegemoet. Dus dat is één deel van wat ik dacht te zien. Ja, ja. Een ander ding is van, oké, ik denk dat iedereen met alle interpretaties het erover eens is dat wat hier wordt afgebeeld, dat dat chaos is. Hè? Mm. En dat het niet prettig toeven is in dit schilderij. Er wordt gevochten, er is geweld, er wordt gefolterd. Iedereen is aan het overleven of aan het vechten voor iets dat hij of zij denkt nodig te hebben om te overleven. En alle andere figuren, of heel veel figuren, zijn vijanden van elkaar. Ja. In heel dat tafereel is er één centraal figuur. Eén figuur dat bij al die chaos en al dat geweld... dat daarin gedijt. We kunnen niet zeggen van de dulle griet dat die geluk uitstraalt. Nee, rust of vrede of iets liefde. Verbijstering, angst, van alles en nog wat. Maar het is wel iemand die zij of hij heeft wel in alle geval haar voordeel, op materieel gebied, haar voordeel gedaan bij die chaos. En trekt verder het zwaard voor zich uit om een volgend gevecht aan te gaan. Ze trekt uit het schilderij. Dus dit is iemand in een extreme overlever in die soort chaos. Oké. Okay. Iemand die voor zichzelf, denk ik dan ook, heel goed kan zorgen in die rommel. Hoe getraumatiseerd ook, of hoe angstig ook. Het is iemand die, laat ons zeggen, autonoom in al die chaos en verschrikking. Ja. En dan zou het nog verder zouden kunnen zeggen, nee, dat is puur interpretatie, dus dat is zeker... niet waar wat ik nu ga zeggen, in tegenstelling tot al de rest. Wat ik altijd absoluut voor mijn patiënt van dus omdat zij beweegt in die richting. Hè, het lijkt erna alsof zij een spoor van vernieling achter zich laat. Ja. Dat zij die chaos mee heeft gesticht, omdat dat haar biotoop is. Chaos. Zij of hij is het figuur dat fascineert ook. Daar kijken we. Er valt heel veel te beleven. Maar zij houdt alles samen. En fascineert. We kunnen niet zeggen... Michiel Hendricks zei dat hij sympathie voelde. Voor de dulle griet. Ik voel niet direct sympathie. Wel een soort bewondering in de zin van... Ja, moet iemand zijn om daarin te kunnen overleven. Moet wel sterk zijn en overlevings... technieken in uw mouw hebben zitten die wij ontberen. Ja. Maar ze fascineert, je blijft er naar kijken. Ze trekt eruit weg. Ja. Ze trekt eruit weg en ze laat die heel deze toestand achter zich. Ja. En dan, maar wat ik dan wel interessant vind, dat is dus zo'n richting waar Michiel ook over gesproken heeft, dat is een beetje tegen de richting in, bij wijze van spreken, wat raar is om dat te kijken. Maar als je dan kijkt naar de rivier, die hier aanwezig is, die begint in feite daar. Zie je? Daar begint, daar is water. Ah, ja, ja. Daar, dat hokje daarboven, dat zijn waarschijnlijk weerdrippen, wat is wat zeggen een wc. Ja. Dat wordt hier groen, zie je? Ja. Hieronder. En hier wordt het echt stroombruin. Ah, ja. Waar je dus echt, je ziet dus vervuiling toenemen. Ja. Van waar die vervuiling komt, is heel onduidelijk.
Ik kan me niet voorstellen dat er iemand daar op dat wc dit veroorzaakt heeft. Ik denk, is het daar nog vrij wit. Van al het menselijk gevoel en zo, dat bruik kan ook van bloed komen natuurlijk. Maar ik denk, nu nog een stap verder, hè, als hier dan iets verteld wordt, dat gaat over ons, over de mens, over... Ja. Wat kan ons daar nu dan nog zeggen? Welk soort figuur zou er nu hier kunnen zien staan? Iemand die gedijt bij chaos, die hij zelf mee organiseert. En zelf alleen maar op geldgewin uit is. En ondertussen gezien en bewonderd wordt. Naar wie we gefascineerd kijken, aan wie we verslaafd geraken om daar naar te kijken. Ja, iedereen weet over wie dat je tipt nu natuurlijk. Niet? Ik denk in Amerika. Ja, daar zijn we. Okay. Bijvoorbeeld. Dus, wacht. Okay. En we blijven kijken, en we noemen het toch de dulle griet. Maar dan heb je een soort van... Maar dan heb je een soort van... hebzucht. Ik zie dat wel. Tegelijkertijd is het ook, wat je straks ook zei, een autonome figuur. Een figuur die overleeft in dat gedij, in die chaos. Maar dat lijkt dan ook wel... een vrij positieve kwaliteit te zijn. Het overleven. Het overleven. Ja, dat is by all means necessary. Ja. Dat is iets dat ons zo interesseert. Hoe... Maar ik vind het ongelooflijk dat Trump nog altijd president is. Zeker. Ja, nee. Het is een survivor. Absoluut. Maar nu maak ik het waarschijnlijk een beetje te plat door het echt zo te geven. Ja, ik ben ermee begonnen natuurlijk. Want ja, je kunt ook andere figuren erin zien natuurlijk. Bijvoorbeeld? Ja, ik denk, misschien ook plat, maar ook Hitler, denk ik. Chaos stichten en zelf ja. In uw eentje blijven, gewoon alleen maar bezig zijn met uw eigen overleven. Wat er op geen enkele manier aanwezig is in dit schilderij, dat is in andere schilderijen van Bruegel wel aanwezig, is er is geen rust. Er is nergens rust, er is geen plek voor... kwetsbaarheid of empathie of aandacht. Maar je hebt de val van de opstandige engelen, dat is ook behoorlijk chaotisch, maar de aartsengel Michael brengt wel degelijk de rust en bevecht zelfs de chaos. Dus die staat vrij centraal in het schilderij. Het enige schilderij waar ik me nog kan voorstellen dat er ook... En de blik van de engelen ja. Is ook een rustige... Ja, absoluut. Dus er is een grote serenigheid met die engelen. Triomf van de dood vind ik een moeilijke. Ik bedoel, Triomf van de dood is toch nogal chaotisch. Maar daar is er op geen enkel moment een centrale figuur waar je naar... Een ankerpunt, zal ik maar zeggen. Ja. Een visueel ankerpunt. En dat is hier natuurlijk wel, met die dubbele griep. Dat is ons visueel ankerpunt. Maar misschien is de Triomf van de dood wel het derde stuk van het drieluik. Ja. Daar moeten we dan daar hangen. Eigenlijk zou dan hier misschien de val van opstandige engelen moeten hangen. Hier de dulle griet uiteraard en daar de triomf van de dood. Er zijn theorieën over waarom zijn die theorieën ontstaan? Omdat bijvoorbeeld die schilderijen ongeveer dezelfde periode zijn geschilderd. Alleen weten we niet hoe dat de triomf van de dood... We kunnen daar niet echt een jaar op plakken. Dat kunnen we met de val van opstandige engelen natuurlijk wel. Hè. Dat is 62 en dan 63. En ze zijn alle drie ongeveer hetzelfde formaat. Dus je zou dan kunnen zeggen, zijn ze dan thematisch aan elkaar verbonden. Maar dan moeten we gingen nadenken, denk ik, zijn ze dan alle drie door dezelfde mens besteld. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Het hoeft niet zo, maar... dan denk ik gewoon meer als romancier. Dan denk ik van oké, dat is iemand, een heel interessante mens. En die heeft geldveil voor een drieluik. Daar. Maar, dat vond ik ook heel fascinerend. Want ik heb het hier ook gezegd, denk ik, helemaal in het begin met Annemie van Kerkhoven had ik het erover. Ik vertelde dat tegen Tine Meegank, die ik daarnet heb gesproken. Toen dat wij in Brussel waren, ik zei van, oké, deze is de test. Er stappen kinderen, tienjarigen, in een museum. Die drie schilderijen hangen daar. En je vraagt achteraf aan die kinderen, wat is het schilderij dat je het best begrijpt? Dan zal, denk ik, de overgrote meerderheid zeggen, de triomf van de dood. Dat is kei simpel, de dood wint altijd, de skeletten, dit en dat. Dat heb je niet met de dubbele griet en dat heb je niet
met de val van opstaande engelen. En toen ben ik dus in mijn eigen val getrapt, want ik wil eigenlijk het verband tussen die drie, of dat dingen zijn, misschien is het dan ook geen thriller. Misschien is het ook echt helemaal anders. Ja, dat is waarschijnlijk wat we nooit weten. Nee, maar dat is natuurlijk het geweldige, dat we het niet weten. Nee. Ik denk trouwens ook, de apen hier, hè, de apen die zitten te drinken, ja, die zitten in een soort versterkt gebouw. Hier bovenin zit nog iemand met een kruisboog, ja, die ook dat gebouw mee beschermt. Maar zij zijn niks aan, ze zijn aan het drinken. Hè. Ze zijn aan het drinken, ja. Ik denk dat ik kan daar nu, als het gaat over nu, dan is dat degene die domweg, die al wat er gaande is, domweg naast zich neerlegt. Ik zeg domweg omdat apen dom zijn. Hè. Of dat we die dom noemen, per se toen, ja. En op zijn PlayStation gaan spelen of een beetje gaan zitten tv kijken of op social media gaan zitten kutten. Ja. Dus dit is denk ik onverschilligheid. Onverschilligheid ingebunkerd ergens op een veilige plek. Datzelfde gevoel heb ik ook, maar dan moet ik altijd weer terugdenken aan dat schilderijtje dat Breugel heeft gemaakt van die twee aapjes. Ja. Dat is zo. Een van die twee aapjes kijkt rechtstreeks eigenlijk naar ons, die zijn geketend. En er is een soort van zicht op de rivier en dan uiteindelijk een stad. Hè, dat wordt van aangenomen, dus niet helemaal zeker dat het Antwerpen is. Bij dat schilderij in Wenen stond ik ervoor. En nu, wat blijkt, Manfred Zellig, die een van de curatoren is van die tentoonstelling in Wenen, vertelde mij van ja, dat is mijn absoluut favoriete schilderij. En ik vroeg hem waarom. En hij zei vanwege de, wat was het woord nu dat hij gebruikte? Eerlijkheid, geloof ik, of zoiets. Ik kon dat helemaal niet, ik snapte daar helemaal niks van. Mm-hmm. En ik kon niet doorvragen, want hij werd opgeëist door een journalist en het moment was voorbij. Maar die aapjes die zijn met liefde en aandacht voor die aapjes geschilderd. Die zijn met heel veel liefde, die zijn meer cartoonesk. Dat zijn silhouetten ook. Silhouetten. Dat is niet om die individuen. Maar meer om wat ze voorstellen, denk ja, ik. Wees natuurlijk nog, daar heb je bijvoorbeeld ook een soort van aapachtige figuur er aan die harp, zie je, met die spin die probeert om op die harp te kruipen. Mm-hmm. Ik weet niet wat er nog apen zijn. Er zijn amfibie-achtige figuren, veel. Leuk. Die apen, ik denk nu ook. Ik denk niet dat Breugel daar letterlijk gaat refereren aan wat ik nu ga zeggen, maar als het klopt hè, dat Breugel dit wou schilderen omdat hij voelde dat er iets ergs in de seismograaf is, dan is het desondanks. Hè, waarom doe je dat dan? Je doet dat om iets te bezweren, ook om een angstvisioen helemaal, dat beeld je helemaal uit, en dan bezweer je het, want het ligt vast. En in daarin zit dan zoveel spel en verbeelding dat het ook uitstraalt dat het met enorm veel plezier geschilderd is. Wauw. Eh? Dat ben ik, ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik heb nog niet nagedacht over plezier. Wauw, oké. Okay. Plezier. Nee, het is gewoon een andere filter die je er dan op zet. Je bedoelt het spat er vanaf. Maar je voelt natuurlijk een grote creatieve kracht. Hè, wat je zeker kunt verbinden met lol. Ja. Oh, goestie. Ik stel mij voor, misschien kan het wel zo zijn dat als het een conversatiestuk was, hè, ja, dat Breugel zelf graag wel dat mensen hierover zouden zeggen van zie in wat voor tijd dat wij leven of zie wat er staat te gebeuren. En, maar alleen maar een zware boodschap brengen, alleen maar een onheilstijding bovenop de mensen leggen, dat is niet lang interessant, want dat willen wij eigenlijk niet horen. Dus dat doel steekt er ook gewoon veel lol in. Ja, maar dat snap ik. Omdat als je het dan vergelijkt bijvoorbeeld met met een tekst uit die tijd, Lof de zotheid van Erasmus is de meest voor de hand liggende, waar Erasmus in feite een paar heel interessante, doordringende dingen zegt over waanzin in de samenleving en wat bijvoorbeeld wat het verschil is tussen waanzin en domheid, maar het is tegelijkertijd is het een lofzin. Waardoor
dat je dus ja, moet lachen. Ja. Maar tegelijkertijd voelde ook wel van, oh, eigenlijk wordt de samenleving waar ik een deel van uitmaak, terecht gewezen. En daar dankzij kan je blijven verder lezen. Omdat het lol is. Ja. Voilà. Dames en heren, Wim Helsing.